Yo mensen op mijn kanaal, mijn naam is Mick en welkom bij deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Leuk dat jullie hier naar deze video kijken. Een nieuw jaar komt er alweer bijna aan en we gaan weer in het nieuwe jaar stappen jongens. Maar ik heb een hele leuke video voor jullie, want wat ik vandaag voor jullie heb is mijn team die geüpgrade is door jullie reacties. Ik heb een nieuwe opstelling, wat nieuwe spelletjes erbij gekort en het is nu wel echt een top team. Het team wat hier komt er binnenkort aan. Pack openings komen op mijn kanaal echt gewoon, ik denk morgen, overmorgen komen er echt dikke pack openings aan. Samen met FIFA Zlatan.nl, dus die moet je zeker checken, want ja, die is dan bij mij en dat is echt super tof. Want ik ga met hem nieuwjaar vieren. Dus laat even hier beneden in de reacties even gewoon achter, ja, gewoon toffe video-idees die wij kunnen doen tot het nieuwe jaar begint. Kunnen voetbalvideo's zijn, kunnen FIFA-video's zijn. Gewoon alles, alles gewoon hier beneden gooien. En misschien pakken wij wel jouw idee eruit en dan geef ik je ook gewoon één dikke shout-out in de video. Dus jongens, zet je Instagram, zet je Twitter bij, geef je shout-out naar jou als je een supergoed idee hebt. In ieder geval, doe je duim omhoog, want ja, gewoon even liken, want wij 500 likes, of nee, laten we een keer 600 likes zeggen. En binnen 24 uur mogen we weer een splinternieuwe video op mijn kanaal. Abonneer natuurlijk ook op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Dat, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet dat je het niet hebt gedaan. Maar als je het nog niet hebt gedaan, even abonneer. Even dat rode knopje grijs maken, dat support je mij heel erg mee. En ja, dat motiveert me zeker. En dan, dat vind ik leuk. In ieder geval, team is upgrade en dit is nu het team. Ja jongens, Overmars, Ronaldo en Dembele in de spits. Of ja, in de aanval. We hebben een nieuwe opstelling, de 4-3-2-1 op center mid. Casemiro, Isco en Modric. En dan op linksachter Felipe Luis, Laporte, Umtiti. En dames en heren, Semedo. In goal, de beste keeper, Oblak. Echt een topper. Nu denk je, Mick, dit kan nog steeds beter. Dat klopt zeker, want binnenkort komen er heel veel pack openings op mijn kanaal online. Dus dat betekent dat ik heel veel coins naar binnen ga sleuren. Bij iemand hier ga ik coins naar binnen sleuren. Dus jongens, wees lekker gek. Gooi hier beneden goede spelers die ik in mijn team kan zetten. En misschien haal ik wel een speler die jij gewoon zegt. En misschien ziet iemand nu ook wel, want dit is ook een suggestie uit de reacties. Want ik heb hier ook al een paar keer mee gespeeld en speelt echt gewoon zo goed. In ieder geval, deze spelers die komen ook van suggesties van jullie van mijn vorige teamvideo. Dus jongens, we gaan er een potje mee spelen. We moeten eigenlijk wel gaan winnen, anders ben ik teleurgesteld in mezelf. Oké jongens, we hebben een tegenstander gevonden. En zo ziet zijn team eruit. Holy shit, Mané, Salah. Oké, ik krijg even hier een hartaanval. Ja, dit is toch wel heel erg goed. Heel erg goed, heel erg goed. Holy shit. Oké, dames en heren, we zijn begonnen aan de wedstrijd. Hij gaat de aftrap doen. En dan zijn we officieel gestart met het nieuwe team. Let's go. Oh nee, meteen van de kick-off. Nee. Dat was een slecht schot. Oeh, balletje op Cristiano Ronaldo. En hij wordt getackled, jongens, dames en heren. En krijgt hij daar een kaart voor? Jazeker, een gele kaart voor Reid of Reed of hoe je ook zijn naam uitspreekt. In ieder geval krijgen we een vrije trap. En we gaan hem gewoon voorgeven. En hopelijk kopteam gaan we erin koppen. Daar gaan we dan. Bang. Oh, of wordt dit een schot? What the fuck gebeurde? Ik heb, ja, dat was slecht, sorry. Ja, ik heb die Salah gezien en die Salah is letterlijk illegaal. En Oblak, ik zei het, hij is een held. Ik vind het altijd een beetje zonde om dat soort spelers te halen, aangezien je ze niet meer kan verkopen. Maar ze kunnen wel heel goed zijn. Oh mijn god, wat? EA Sport, echt serieus, dat was, ja, het was aan mij, ja, EA. Kijk, ja, oké, laat hem zien. Nou, ik laat hem wel zien, ja, jullie hebben hem al gezien. Ik paaste hem gewoon naar beneden en dat was gewoon zo dom. En dit gebeurt altijd bij mij in het begin. En dit gaat gewoon goed komen. Dit gaat gewoon goed komen. Nu pak ik hem weer. Nee, nu paast hij hem naar mij. Ja, ja, paast hem naar mij. Nee, oké. Overmars! En die is over, ja. For fuck's sake. Het woordgrapje is real. Oh, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. La 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 la. 14 minuten, Cristiano Ronaldo. Wat een lekker doelpuntje. Hij geeft hem zo. En dan kop ik hem naar Ronaldo. En Ronaldo die knalt hem ook gewoon echt perfect erin. Dit is wel iets. Het was misschien een makkelijke goal. Maar dit is wel iets dat niet veel spelers even zo deden. Want het was best wel nog een afstand. En de keeper stond al best wel dicht bij zijn goal. En dit is Overmars. En dan is het 2-1. Wat hebben we dit snel geklaard, jongens. Wat staan we snel voor. 2 minuten later, 2 goals. Let's go. Overmars super snel. Ronaldo super snel. Jongens, het is gewoon beast. Het is gewoon echt beast. En ik hoef jullie ook niet te vertellen dat Dembele gewoon een superspeler is. Deze aanval is echt heel lekker. Ik wil eigenlijk nog alleen Gareth Bale. Maar daar heb ik heel eerlijk de coins even niet voor. Want die is nog 500.000 coins. En ik heb op het moment 200k. Maar die komt er zeker weten wel aan hoor. Hallo. Kom op. Rennen Ronaldo. Oh, de keeper is er. Oh, fuck. Ik pakte hem nog bijna. Wat? Hij rent wel heel ver met Ederson. Wat doet hij dan? Nou, hij heeft het nog goed gedaan. Maar als ik nu de bal heb, dan is hij door. Oh, dan had ik hem bijna. Oh, nee. Kom op, weg met die bal. Keeper, ja, je kan nu wel stressen naar de goal, maar dan
De keeper staat er toch alweer in, dus ja, het maakt niet meer uit. Manen kunnen alsnog naar de goal rennen. Oh, balletje op Dembele. Ja, dat is mooi gepaast. En dit is zo ongelooflijk slecht. En het spijt me. Zoals Evert zegt, deze blunder zie je op internet terug. En letterlijk, je ziet hem op internet letterlijk echt terug. Want ja, jullie zien hem nu. Overmars. Op Ronaldo en Ronaldo. Jammer. Maar die kon niemand erin schieten. Ja, of een beetje geluk had ik moeten hebben. Maar ja, de keeper was al zo dichtbij voordat ik de bal aanraakte. Dat was eigenlijk gewoon... Als hij erin was, had ik een beetje geluk. Maar helaas. Maar hij komt hier wel met een gevaarlijke aanval. En dat bevalt me niet zo. Maar we hebben alweer de bal. Nee. Oh, for fuck's sake. Wat een goal is dit dan weer. Je bent er nog niet als je met 2-1 voor staat. En dat kan je wel zien nu. Ren, mijn jong. En dan op Ronaldo. En die moet je... Oh, als die gewoon raak was gekopt, dan hadden we 100% een goal gemaakt. Het is al de 71ste minuut. En hij kan ook elk moment natuurlijk scoren. Want hij is ook niet slecht in principe. Het is een vrij spannende wedstrijd. Maar ik zal heel eerlijk zeggen, zijn team is ook echt heel erg goed. En dit is zulke bullshit goals de hele tijd. De hele tijd één keer schieten. En dan die irritante ook. Oh, kijk, zeg maar... Hij skipt hem ook, daar kan ik echt niet tegen. Normaal wil je dat hij hem skipt, maar nu kan ik er echt niet tegen. Maar dan scoren ze op de manier dat ze eerst de keeper moeten aantikken en dan zeg maar die tweede kans, die rebound tilt. Nou, dat is zo irritant. Hé jongens, we willen scoren, hè. Misschien moet je een beetje naar voren rennen. Jongen, jezus. Ja, 3-2 verloren. Wat moet ik erover zeggen? Ik vind het niet terecht of zo. We gaan ook even naar de statistiek kijken. Misschien zeggen de statistieken iets anders. Ronaldo wel 9,3. Ja, Ronaldo is gewoon echt een topspeler. Daar kan ik gewoon niet over liegen. 2-3 verloren, dat wel. Het is een beetje gelijk. Mijn mening, had ik hem moeten winnen. Of tenminste gelijkspel. In ieder geval, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Daarom kunnen jullie ook upgrades achterlaten in de reacties hier beneden. Ik kan natuurlijk ook een keer verliezen. Ik kan wel alleen wedstrijden uploaden waar ik win. Maar ja, dat is niet realistisch, want iedereen verliest wel een keer. In ieder geval, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Doe je duim omhoog, laat een reactie achter met welke speler ik moet halen. En dan zie ik jou bij de volgende video. Mijn naam is Mick. En ik zoals altijd, Mick.